Treinreizigers op het Centraal Station van Den Haag keken vanochtend verbaasd op toen ze wekkers hoorden afgaan en mensen zagen rondlopen in pyjama. De actie was georganiseerd door XX070 voor de duizenden mensen die dagelijks op en neer reizen tussen hun woonplaats en hun werk in Den Haag. Den Haag is een stad die je moet leren kennen. Daarom nodigt XX070 mensen uit kennis te maken met Den Haag als stad om te wonen. Ik kom uit Leiden. Breda. Gouda. Pijnakker. Zoetermeer. Uit Tilburg. Van thuis, om laat maar zeggen, op mijn werk echt de deur dicht te doen, ben ik laat maar zo'n uurtje onderweg. Van deur tot deur, anderhalf uur. Ik zit aan het denken om een huis te kopen. Ik huur nu een huis. En met mijn vriend zou ik graag een huis kopen. En Leiden is wat dat betreft heel erg duur. Dus zou voor ons Den Haag gewoon beter zijn wat dat betreft. Ik vind het een mooie stad. Vooral de kustkant. Statenkwartier, dat soort dingen. Daar zit ook kantoor. Dus een mooi gedeelte van de stad, absoluut. Okay. Je kunt leuk winkelen. Ja. Dat is vooral wat ik in Den Haag doe eigenlijk. Ik ben nog in de opleiding, dus als ik straks een vaste baan zoek en het wordt Den Haag, dan is het voor mij wel fijn om in de buurt van mijn huis te werken. Nou, dan is het wel tijd om wat rond te rijden en het wat beter te leren kennen. Den Haag is vooral bekend van de overheid, politiek en het Koninklijk Huis. Maar wat maakt Den Haag nou zo'n leuke stad om in te wonen? Den Haag is een leuke stad om te wonen omdat we het strand hebben, de zee, de duinen. Maar naast strand, zee en duinen hebben we natuurlijk ook ontzettend leuke levendige wijken. We hebben het plein, de grote markt, er is veel cultuuraanbod. Dus ja, ik zou eigenlijk iedereen kunnen aanraden om hier te komen wonen.